Yeah, it's Club National, underground, thunderbounds when I stomp the ground. Like a million elephants, a silverback orangutan. You can't stop a train. Who wants some? Don't come unprepared. I'll be there, but when I leave there, better be a household name. Weatherman, man, you know consequences are given for living the fences. Too hot to come. Ik vind het heel leuk, dit project. Ik was de eerste keer dat ik met dit project begin met films en om een film te maken. En ik hou van om een filmproject zeg maar, te doen. Wat ga je doen als je dit hebt geleerd? Wat ga je ermee doen? Nou, ik wil ermee verder gaan, zodat ik mijn ervaring meer kan opbouwen. Wat wil je hiermee bereiken? Ja, ik wil een goede acteur worden. En ja, ik hoop dat het me zal lukken. Aan de ene kant vind ik het best wel leuk omdat we deze project mogen doen. Maar aan de andere kant, de opleiding zelf vind ik een beetje, ja, het is raar begonnen deze jaar. Dus het is raar deze opleiding, laat ik het zo zeggen. We zijn er met zes jongeren in de, door zes jongeren die film wordt gemaakt. Denk je dat je met deze opdracht iets kan bereiken? Ja, ik hoop het wel. Ik probeer tot het uiterste te gaan. Ik probeer mezelf 100% te geven, zodat ik, dat ik toch ver kan komen. We gaan een film maken over criminaliteit. In ieder geval hebben we het... Hoe gaan we beginnen om die rap te maken? Met trefwoorden. We zijn wel ver genoeg. Niet echt ver, maar we zijn wel eind ver, zeg maar. We zijn nu bezig met voorbereiden, zeg maar. Hoe we gaan film maken en zo. En wie krijgt het, wat voor taak krijgt iedereen, die collega's van mij, wat ze moeten allemaal doen. Kijk, we kunnen geen enkel project maken als mensen zich niet aan afspraken houden. Dus op een gegeven moment heb ik gekeken welke mensen zijn er altijd, welke mensen kunnen zich aan afspraken houden en welke mensen hebben ook iets in te brengen. Met zo'n project kan je altijd bij mij komen, tenminste bij ons. Bij ons, ja. Ja. Bij ons. Hoe ik het project tot nu toe vind gaan is, ik vind het gewoon goed gaan. In de studio was het ook gewoon, alles ging gewoon goed in de studio. Het rap ging gewoon goed. Ik vond gewoon dat we het ook gewoon heel goed deden. Ja, we hebben een rap gemaakt in de studio, 5300. Ja, dat was, lekker, ja, dat is zeker lekker. Maar we zijn nog niet klaar. Ja. We zijn nog bezig met het liedje. Wat we proberen te doen is gewoon jongeren een beetje over te overtuigen om slechte dingen te laten en gewoon de goede kant op gaan. Ik ben 2 jaar niet naar school geweest. Ik was gekapt met school. Omdat ik dacht dat het leven was gewoon te mooi om op school te zitten, dacht ik, weet je. Maar dat was dus niet zo, want zonder diploma kom je nergens. Ik zeg eerlijk, door hierheen te komen, weet ik nu dat je echt zelfvertrouwen moet hebben. En gewoon als je iets wil, moet je gewoon doorzetten. 1, 2, 3, yeah. Nou kijk, het liefst zit ik elke dag bij deze project in plaats van school. Dat is eigenlijk heel eerlijk, want ik ben iemand die echt praktisch is. Niet dat ik op school zit in de klas met pen en papier, noem maar op. Dat heeft bij mij totaal geen zin. Dus dan ben ik ook blij dat we deze project doen. Want dan ben je echt volop bezig met iets wat je tenminste leuk vindt. 1, 2, 3, yeah. Ja, mijn motivatie tot nu toe is 150%. 150, want je bent een paar keer niet aanwezig geweest. Ja. Dus dat betekent dat je motivatie niet echt 100 was. Ja, maar ik ben vaak niet aanwezig geweest, maar ik heb ook mijn reden daarvoor. Maar ja, je ziet nou ook dat de motivatie afneemt bij een bepaalde mensen hier in deze groep. Dus ja, ik vind gewoon dat we nou ook vaker bij elkaar moeten komen. Omdat we nou alleen echt afspreken van we gaan een interview houden of in de studio, maar dat we nog een keer een vergadering houden onder ons. Dat we dan eens dat we daar dan goed over gaan hebben. Elkaar vertrouwen, dat is als eerste. Gewoon vertrouwen, afspraken nakomen. En daar ging het wel wat mis. Bij ons, in het begin ook. En dat er ook mensen eruit zijn gestapt. Maar ja, daar leer je van, hè. Een hele hoop heb ik geleerd. Ik vind het project waar wij mee bezig zijn,
vind ik heel tof. Dat is altijd al iets wat ik heb willen doen. Daar zit gewoon acteren in en noem maar op. En het is ook heel, heel leerzaam, want hier komen mensen ook achter wat ze ook echt willen. Kijk, ik ben erachter gekomen dat ik echt wil gaan acteren. Ik ben er klaar voor de clip. Toen ik vandaag begon met clip maken. En toen dacht ik in mijn hoofd zo, hoe de eerste was en nu, wat er nu gebeurt, is heel wat veranderd, heel veel dingen zijn veranderd en zo. Het ging vandaag heel goed. De eerste paar keer ging ook heel goed. En ik was eerst wel verwacht, maar ik dacht, nou, project gaat goed, project gaat niet goed. Er waren zo 2-3 mensen waren weggaan van die project. En toen dacht ik, nou, het project gaat niet zo goed worden. Wie moeten we erbij halen en zo. En vandaag ging het uiteindelijk wel goed. En ik vond het wel dat wij met allemaal best gedaan hebben. Wat wij uiteindelijk resultaat gebracht hebben en zo. Maar dat met achter de camera's en zo, daar had ik echt nooit aan gedacht. Als ik achter een camera zou rap of zingen en met allemaal mensen zou dansen. Interviews al vooral ook. Ik had er nooit aan gedacht dat ik dit zou doen. In ieder geval, ik heb heel veel geleerd hoe je een clip maakt. Dat is allemaal mooi meegenomen, voor mij dan. Ja, gewoon de competenties die we nodig hebben, en die hebben we gewoon gekregen. Dat kans krijg je niet altijd. Dat kans krijg je 1 keer in je leven of 2 keer in je leven dat je kans krijgt. Maar je krijgt de kans niet altijd, zeg maar. Hiervoor heb ik daar geen kansen van gekregen, hoor. Nee, ik was alleen maar bezig met werken, school, ja. Deze Albeda College is wel wat anders. Ik wist niet dat AKA zoveel kant uit kon gaan. Het is echt een horeca, ik met groen, beveiliging, weet ik dat allemaal. En dan weer zoiets. Het is gewoon heel wat anders. Ik zou het andere mensen adviseren, maar dan moeten ze er ook echt zin in hebben. Want het is wel allemaal makkelijk, bla bla bla, maar dat is helemaal niet makkelijk als je zo bekijkt. Want er zit gewoon hartstikke veel werk in en ze moeten echt gewoon 100% voor gaan. Wat het project interessant voor mij maakt, je werkt met een klein groepje. Je werkt ook samen met docent. Je bent heel veel zelfstandig bezig. Je moet veel dingen verzinnen, samen maken. Als ik dit project in 2 woorden moest beschrijven, leerzaam en coolio. Heel leuk. Met dit project heb ik leren laten zien wat ik kan en wat ik waard ben. Wat laten zien voor mij is hoe je bent en wat je kan en wat je andere mensen mee kan geven. 1, 2, 3, yeah, it's club national, underground, underground, when I stop the ground, like a million.